Het is merkwaardig dat de Europese beschaving in een crisis is terechtgekomen op het moment dat de verwestering van de wereld nagenoeg voltooid is. De culturele shock die de niet-westerse samenlevingen hebben ondervonden bij de gedwongen kennismaking met de westerse cultuur lijkt Europa zelf te treffen in omgekeerde richting, doordat ze juist door kennis te nemen van het bestaan van zoveel verschillende culturen aan die van haarzelf is gaan twijfelen. De antropologische twijfel is, zo bezien, de subtiele wraak van de rest van de mensheid op Europa, die haar heeft willen onderwerpen. Het lijkt me bij uitstek de taak van intellectuelen om bij te dragen tot de geboorte van een nieuw Europa. West-Europa zou moeten voortgaan in een poging om de verlichting en de vooruitgang te begrenzen, om te voorkomen dat de mens zichzelf en de planeet zal vernietigen. Europa, waarvoor de eigen culturele identiteit van meet af aan een open vraag is geweest, kan uit haar traditie van twijfel inspiratie putten die haar in zekere zin zichzelf kan doen overwinnen. Natuurlijk is dit alles grotendeels een utopie. In plaats van te profiteren van het verval van haar machtspositie in de wereld om eindelijk een andere weg te kiezen, zal Europa waarschijnlijk proberen om in een panische activiteit kost wat kost vast te houden aan de zogenaamde vooruitgang. Ze zal meer begeerte ontwikkelen en niet begrenzing, overvloed en geen soberheid, en vernuft in plaats van wijsheid. Daarom zullen zij die misschien de weg kunnen wijzen in het labyrint van de moderne tijd eilanden zijn van eenlingen, roependen in de woestijn. Het is meer dan ooit moeilijk om Europeaan te zijn. Bomen hebben voor mensen altijd veel betekend. En voor ons betekenen ze nog steeds, voor sommige veel mensen betekenen ze nog best een hoop. Het is natuurlijk de verst ontwikkelde vorm van een plant. Maar ze zijn niet meer zoals bij vroegere samenlevingen, als het ware de spil van de wereld. Want het idee van de levens- of wereldboom, die in veel mythologieën voorkomt, en die ook in de Germaanse een rol speelde, ook de Germanen hadden een wereldboom, dat was de S. Yggdrasil, die werd ervaren als het symbool van het universum. Want die was geworteld in de aarde, dus had contact via zijn wortels met de onderwereld. En die schiet omhoog dus en zijn kruin reikt tot in de hemel. Dus het is een symbool van de verbinding van hemel en aarde. En de mensen zijn eronder, in de beschutting van zijn bladeren. Dus de boom heeft een heel grote symboolkracht. En die symboolkracht van de boom is nog lang niet helemaal verdwenen, maar is wel voor een groot deel natuurlijk verdrongen door de moderne, nuchtere manier om met de natuur en met bomen om te gaan. Bomen zijn een bepaald soort planten die wij kunnen gebruiken als timmerhout en die we opstoken, enzovoort, enzovoort. En verder zijn ze natuurlijk decoratief, uiteraard. Maar de intensieve boomervaring, zoals vroeger mensen die moeten hebben gehad, zoals die is neergelegd in de mythologie, ja, die vind je eigenlijk alleen terug bij dichters, in de kunst. De kunst is een soort wijkplaats voor alle mogelijke pre-wetenschappelijke of niet-wetenschappelijke ervaringen. En dus niet toevallig dat in de poëzie en de literatuur elementen zitten die een zekere continuïteit houden met de vroegere archaïsche opvatting van de levensboom. En er is een hele mooie passage in de bekende roman van Sartre, De Walging, La Nausée, waarin heel scherp tot uiting komt de moderne ervaring van de boom, althans een heel extreem geval daarvan, passend in Sartre's filosofie, waar ik momenteel natuurlijk weinig zo over kan zeggen, dat te ver zou voeren. Maar waarin in ieder geval die ervaring van een boom door de hoofdpersoon in een park, het gaat geloof ik om een wilde kastanje, niet aanleiding is voor het gevoel van geborgenheid en van geluk, maar van walging en afkeer. Omdat een boom, als het ware, de mens ontkent. De boom, wat het centraalste in die ervaring is, het onmenselijke van die boom. Het ding zijn van die boom. Het in zichzelf zijn van die boom. En dat kan als het ware de hoofdpersoon niet verdragen. En dat is heel symbolisch voor de moderne mens. De mens kan niet verdragen, omdat hij zichzelf zo centraal stelt, gegeven het antropocentrisme, dat een boom ook in zichzelf rust. En een plaats dat hij dat ervaart als iets heel goeds, als iets moois, en dat hij zich verdiept in het zo zijn van de boom, wordt ervaren als iets afstotends. Nu is het moeilijk, en dan zou ik het mee kunnen afronden dit punt, moeilijk om als moderne mensen de ervaring die
is neergelegd in de mythologie rond de levensboom en de wereldboom, om die ervaring van vroegere generaties of van andere volkeren, voor zover ze die nog hebben, om dat ook zelf te ervaren, omdat we zozeer getekend zijn door die eeuwen van onttovering door de natuurwetenschap en de idee van beheersing van de natuur. En ons antropocentrisme natuurlijk. Want ook bij mij is dat, ik ervaar dat zelf ook, ik ervaar bomen als buitengewoon belangrijk in mijn leven. Ik kan niet leven zonder bomen en bos. Ik vind bomen heel prachtig, ik kan ze aanraken, ik kan er lang naar kijken. Maar ik weet niet of ik diezelfde intense ervaring heb, zoals iemand van een samenleving, van een cultuur, voor wie de boom echt een heilige boom is. De vraag is of onze esthetische ervaring van de boom als mooi en goed, nog zodanig, of die niet al toch een verarmde vorm is van een oorspronkelijke boomervaring. Dus met andere woorden, we zijn in zekere zin als moderne mensen, wanneer we die volledige betekenis van de boom en de symboolfunctie van de boom terug willen ervaren, dus hoe zal ik het zeggen, ons bevrijden van het natuurwetenschappelijke wereldbeeld, van de onttovering van de natuur, de vraag is of we dat kunnen. De vraag is of we daartoe nog in staat zijn. We kunnen natuurlijk wel een heel eind komen. Het is wel belangrijk dat we weten wat wij inmiddels wat we missen, wat we verloren hebben. Wat is de prijs van de vooruitgang? Terwijl het in de Franse steden steeds drukker wordt, loopt het platteland leeg. De boeren die niet met de moderne tijd meekonden, hebben hun boerderijen verlaten. Op een van deze verlaten boerderijen in de Dordogne is Ton Lemaire met zijn vriendin neergestreken. Met eigen honing, wijn, eieren en zelfgeteelde groenten proberen zij de drukte van de supermarkt te ontwijken. Wie denkt dat hij hier niets meer met de rest van de wereld te maken wil hebben, vergist zich. Vooral 's avonds in de uren die overblijven studeert Lemaire en richt hij zich met zijn pen tot Nederland. Zijn boek Over de waarde van culturen, een inleiding in de cultuurfilosofie, geldt nog steeds op veel universiteiten als een standaardwerk. Lemaire weet van zichzelf dat hij niet makkelijk kan omgaan met camera's en microfoons en aarzelt dan ook lang op ons verzoek om hem thuis te mogen interviewen. Ja, ik ben geboren in Rotterdam, ben dus gewoon een stedeling. Maar opgegroeid op het platteland en dat heeft een groot gevolg gehad voor mijn ontwikkeling, voor mijn leven en met name ook voor mijn gevoel voor de natuur. Ik moet latent een gevoel gehad hebben voor de natuur, al heel vroeg denk ik, want ik herinner mij, een van mijn eerste herinneringen, dat ik toen ik op de eerste keer een bos zag, moet ik vertellen dat ik een oom had toen, die jachtopziener was. En die woonde prachtig ergens in Brabant in de bossen. In een huis met een rieten dak en zo. Dat ik toen heel erg getroffen was. Dat heeft een geweldige indruk op me gemaakt. Natuurlijk was voor mij bos in eerste instantie een sprookjesbos. Maar in ieder geval, ik herinner mij als een van de eerste herinneringen als kind dat ik dat geweldig vond. Dus het zien van de natuur, van het bos en van de beesten helpt. Die oom die had ook honden en kippen en fazanten en van alles en nog wat. Dus dat vond ik prachtig. Kaanvogels. God, sorry. Ik hoor ze hoor. Wat zijn er nou een paar? Hoor je dat? Kroek, kroek, kroek? Ja. Ja, het waren ze hoor. Het was geen groep, het was er maar één of twee. Dat is heel uitzonderlijk. Onmiskenbaar. En die komen er vandaag waarschijnlijk meer. En dan moet je dat geluid proberen te krijgen, dat is prachtig. En die kwamen vroeger bij mij, dus in mijn jeugd ook over. De kraanvogel is een vogel die altijd op mijn verbeelding sprak. Hij is een mooie vogel die ik natuurlijk alleen maar kende van, niet van nabij, maar van foto's of zo. Maar hij kwam in Limburg, kwam die altijd op de trek overgevlogen, recht over ons huis. Met honderden tegelijk in die bekende grote V's.
En ook 's nachts komen ze vaak, dan hoor je ze dus uit je bed, hoor je ze overkomen als je het geluid eenmaal kent. En dat sprak erg tot mijn fantasie. Ik wist dus dat ze van onbekende gebieden afkwamen. Ze broeden rond de Baltische Zee, in Lapland en in Polen en dergelijke. En dat ze dus helemaal naar Afrika gaan en dat ze op die lange weg dus je huis passeren, je dorp passeren. Ja, het is voor mij iets van een herinnering aan het wilde, aan de wildheid, aan de wildernis. Ik was gefascineerd door de natuur, door prehistorie, door dus de archeologische vondsten die in onze streek gedaan werden. En die ik dus ook spoedig zelf ging doen. En door indianen. Dat was bij mij net als bij iedereen, of bij veel jongens van die leeftijd, dus in eerste instantie vanuit indianenboeken. Vanuit Carl May of en dergelijke boeken. Maar ook, en vanuit het indiaantje spelen natuurlijk. Dat deden we allemaal fanatiek. Maar bij mij zat er dus ook nog iets anders achter. Ik ging veel langer door met het indiaantje spelen dan anderen. Tot mijn 15e, 16e liep ik nog rond met, maakte ik nog eigen pijl en bogen en liep ik dus rond met een verentooi en dergelijke. Dus ik ben wel lang kind gebleven wat dat betreft, maar ik was heel erg geëngageerd. Ik identificeerde me zodanig met indianen en ik was zozeer verontwaardigd, ook uit de morele verontwaardiging, dat ik me dus voornam om later, als ik groot was, de indianen te gaan helpen en zo proberen om het blanke gespuis, de bleekgezichten, te verdrijven. En het was zelfs zodanig dus dat ik op mijn 15e, 16e voor mezelf een systematisch programma had uitgestippeld om daaraan te voldoen. In die zin dat ik dus ook moest kunnen paardrijden en ik moest goed kunnen bomen klimmen, ik moest kunnen zwemmen en ik moest kunnen hardlopen en zo. Dus ik had me een heel programma voorgesteld om ervoor te zorgen dat ik op mijn 20e, dus fysiek ook, erg goed in staat was. En ik heb er ook jarenlang goed aan gehouden. Ja. En ik had dus hele utopische fantasieën over hoe ik dat aan zou pakken en dat er dan een soort ideaal samenleving zou ontstaan. Waarin ik zelf ook een grote rol zou spelen. Waarin ik de indianen zou bevrijden en de blanken dus zou verdrijven. Nou, ik ben dus filosoof, eigenlijk afgezien als filosoof en ook als antropoloog trouwens. En ik heb dus altijd die hobby gehouden van archeologie en daarnaast een hele grote belangstelling voor de natuur. Dat is altijd gebleven. Een tijd lang is het even wat minder geweest, omdat ik als student ergens op een zolderkamer in de binnenstad van Nijmegen zat. En Utrecht ook in eerste instantie. Maar later, toen ik afgestudeerd was en buiten kon gaan wonen, is het helemaal teruggekomen. Toen heb ik een boerderij gekocht in Oost-Brabant. En toen ben ik, dat was in 1980. Ik maakte opnieuw kennis met de realiteit van Nederland. Ik maakte kennis met de realiteit van het platteland. Ik kende het platteland van mijn jeugd, dus ongeveer 20 jaar daarvoor. Ik kwam nu in een ander gebied, weliswaar ging ik weer wonen, te midden van de boeren. En toen raakte ik dus weer opnieuw, werd ik geconfronteerd met het Nederlandse platteland. Waar ik natuurlijk wel het nodige over gehoord en gelezen en gezien had. Maar dit was dus een ervaring. De ervaring zelf was dus toch nogal teleurstellend. Want eerst plaats, wij werden geconfronteerd met alle aanslagen op het platteland die je maar kunt voorstellen. Waarvan we enkele wel verwachten, maar lang niet allemaal. In de eerste plaats zaten wij in een gebied waar een ruilverkaveling in uitvoering was. En die, waarvan we dus nog het begin van de uitvoering hebben meegemaakt. Met name hield het in het aanleggen van het rechttrekken van beken en het kappen van heggen en bomen. En het verharden van wegen en het laten vervallen van andere wegen, van andere kleine weggetjes. Het tweede punt was de bedreiging van de autobaan die er zou komen. De A73 heet die, geloof ik, die inmiddels misschien al begonnen is tussen Boksmeer en Venlo. Het tracé daarvan was omstreden en zou dus door het laatste overgebleven stiltegebied gaan. Wij zouden daar in ieder geval mee te maken krijgen. Het kwam ongeveer 1,5 kilometer zou die van onze boerderij afkomen. Zouden dus in ieder geval geluidshinder krijgen. En verschillende wandelwegen die daar lagen, die zouden worden afgesloten door de komst van die weg. Verder was het zo dat wij, dat wisten we van tevoren ook niet, omdat we aan de rand van de peel zaten, erg te maken kregen en het meest door de zure regen getroffen gebied van Nederland zaten. Aan de rand van de peel immers liggen heel veel bio-industrieën. Bij ons in de omgeving dus ook, dus die rook je vaak, ook dat is een punt natuurlijk. Je rook ze. Er zat zelfs op een kilometer afstand, ook nog, dat zou ik nog bijna vergeten, een nertsfokkerij, wat ook iets verschrikkelijks is. Er zitten dus duizenden nertsen die je dus hoort gillen, heel vaak, en die ontzettend stinken. Maar in ieder geval, als gevolg van die bio-industrie, was er dus een hoge concentratie van zure regen. We hadden natuurlijk uiteraard om ons huis overal de akkers waar de boeren dus ook hun mestoverschot dumpten, dus het stonk bijna altijd.
Dan hadden we, even kijken of ik niks vergeet. Het grondwater, oh ja, als gevolg daarvan was dus het grondwater heel slecht. En tenslotte, tot overmaat van ramp, iets dat we ook niet voorzien hadden, bleken we te zitten in de aanvliegroute van een militair vliegveld. En dat betekent dus vaak, niet elke dag gelukkig, maar toch minstens 3 van de 4 van de 5 dagen, zaterdag en zondag was het dan stil, dat er dus tussen de 10 minimaal en 50 straaljagers en bommenwerpers laag over het huis kwamen. En die kwamen dan vaak in een lange rij aan, zo elke minuut eentje. En dan laag omdat ze al bezig waren te landen, want het vliegveld lag 10 kilometer afstand, maar dat is voor een vliegtuig dus niet veel. En ik werd daar zo dol van, ik word er nog helemaal agressief van als ik eraan denk. Ik ben heel erg geluidgevoelig, maar ik werd er helemaal razend van. En het feit is dus dat ik daar zo ben op afgeknapt, dat ik dus na een jaar of 5 hard werken in de boerderij, denk ik moet hier weg, ik kan hier niet meer leven. Het was dus die vliegtuigen, het was de vervuiling, en het gehele gevoel dus, dat moet ik eraan toevoegen dus, bij wijze van resume. We hadden dus een prachtige tuin, een schitterende tuin, werkelijk. Alles groeide in het algemeen heel goed. We hadden dus eigen honing, eigen eieren, we hadden eigen jam, eigen wijn enzovoort. Maar we waren dus een oase in een landschap dat voor de rest, voor mijn gevoel, dus naar de verdommenis ging. Overal zag je dus dat er gekapt werd, dat er dus dingen verdwenen in de korte tijd dat wij er waren. Het stonk natuurlijk heel vaak. En ik wist dus dat met die rouwverkaveling, plus de autobaan, wat er nog meer zou verdwijnen. Dus ik voelde mij in de val gelopen. Ik voelde mij ontzettend beklemd. En het gevolg was dus dat ik dus steeds pessimistischer werd. Dat ik dus kwam met een diagnose van onze samenleving. Die zo pessimistisch werd dat ik zelf ondergebukt ging. Maar ook, dus ging ondergebukt zowel door het feit van mijn eigen ervaring. Als het feit dat ik daar steeds theoretisch op dezelfde problemen terecht kwam, in die zin, om ons te beperken tot het milieuprobleem, tot de milieucrisis. Deze samenleving moet anders met de natuur omgaan, fundamenteel anders. De milieucrisis is heel belangrijk, maar vooralsnog is er totaal geen zicht op dat het echt fundamenteel tenminste veranderen zal. Er wordt natuurlijk een hoop gedaan, maar het blijft, voor mijn gevoel dus, uitermate marginaal. En wanneer je dus aan de studenten alleen maar een vrij pessimistische visie moet geven, een diagnose van eigenlijk moet het anders, maar de werkelijke krachten die het zouden kunnen veranderen zijn er niet, of zijn geblokkeerd. Geeft dus ook op dat niveau, ook in mijn werk, een frustrerend gevoel. Dus ik voelde mij in allerlei opzichten vastgelopen in de val. Bij mij is het zo dat ik al die dingen heel erg aantrek. Dus ik zei al, dus bij mij is er niet zo'n discontinuïteit tussen mijn werk en mijn privéleven als misschien bij anderen. Ik kan dat moeilijk scheiden. Ik trek mij de dingen heel erg aan. En ik kan me ook heel moeilijk, hoe zal ik het zeggen, distancieren van de problemen van de wereld. Ik ben me dermate bewust, wat ook je taak als filosoof is, vind ik, bewust van wat er in de wereld gebeurt. En dat is in het algemeen niet al te positief. Dat kan ik niet losmaken van mijn persoonlijk leven. Ik kan me moeilijk gelukkig voelen, ook niet op deze mooie plek. Terwijl ik weet dat de wereld gebukt gaat onder. Het is goed dat er misschien ook even hier een straaljager overkomt. Je kunt je moeilijk gelukkig voelen, terwijl je weet dat de problemen in de wereld zo groot zijn, zo gigantisch. Nou ja, dat had ik dus toen ook al. Ik stuitte er ook al filosoferende voortdurend op. En dat is iets wat mij tot wanhoop brengt, bracht en nog steeds brengt hoor. Want laat ik eraan toevoegen. Ik ben dus in zekere zin een nieuw leven begonnen hier. Dankzij het feit dus dat ik afgekeurd ben, ben ik kunnen weggaan naar Frankrijk. En heb ik een nieuw leven begonnen, meer op de manier zoals me dat voorstond als vroeger. Ik heb dus een grote tuin, ik heb beesten, ik woon in een bos en zo. En ik daarnaast lees en schrijf ik zoveel mogelijk. Dus dat is wel een leven wat mij voor ogen stond. Maar ook hier is het dus niet ideaal, hè? Het paradijs bestaat niet. Hoe idyllisch dit mogen lijken. Ook hier komen de straaljagers over, we hebben er net in gehoord. En er komen er vaak veel over. De laatste 2 jaar, met name sinds de Golfoorlog, is het erg toegenomen. Dus dat heeft ook bij mij geleid tot een crisis, omdat ik datgene wat ik ontsnapt dacht te ontsnappen in Nederland, is weer voor een deel tenminste teruggekomen. Dus alles bij elkaar is het hier ver van stil. Dat heeft, dus ook dat, je kunt je niet isoleren van de maatschappij om je heen, ook hier. En overal in Europa, overal in de wereld, zelfs in de meest afgelegen hoeken van Canada of het Amazonegebied, is de technische industriële maatschappij aanwezig.
Op die middagen scheen alles iets eeuwigs, iets versteends, iets onheimisch te hebben. De wegen waren stoffig, de hitte trilde boven de velden, de mensen en dieren zochten de schaduw op, geluiden waren hard en meedogenloos. Alle dingen lagen afzonderlijk, onbeschaduwd, tot hun essentie teruggebracht, nu ze niet langer door hun schaduw werden beschermd. De bladeren van de bomen hardgroen, het koren hardgeel, de lucht hardblauw, en om dat alles heen was, verder weg dan gewoonlijk, een vage horizon. Ik voelde me dan onrustig en op een vreemde manier ongelukkig, als door iets onbestemds bedreigd, maar tegelijk ook van een groot verlangen vervuld om overal tegelijk aanwezig te zijn en deze mooie dag overal tegelijk mee te maken. De avonden waren dan een verkwikking, niet eens zozeer fysisch als wel metafysisch. Het was dan, als het avond werd, of de vormen van de wereld zich ontspanden, zich met elkaar verzoenden en verbonden. Alsof het landschap weer zijn oude intimiteit hervond, nu de geluiden gedempt, de kleuren zacht en de mensen bewegelijk werden. Kijk, ook dit is een paddenstoeltje, maar het is heel kleintje. Die, dat is dus, die groeit op. Ik ken de soort echt niet hoor, maar het is heel kleintje, die groeit dus op rottend hout. Hier is een heel andere. Dit is een... Ah, kijk eens aan, dit is mooi. Dit is een stekelzwam. Hier kun je zien dat hier een onderkant van de paddenstoel is. Ofwel heb je daar, ik heb vergeten die andere te laten zien, ofwel heb je daar van die plaatjes, lamellen heet dat, ofwel gaatjes, buisjes, ofwel je hebt stekeltjes. En dit is nou een stekelzwam. En die ruikt goed. En wel bijna zeker het eentje die in Nederlands heet, ik heb er maar met drie soorten namen te maken, het Frans, het Nederlands en het Latijnse. Dit is in Frans heet hij de pied de mouton, dat wil zeggen de schapenvoet. En het Latijn geloof ik hitnum repandum, dus in het Nederlands is dat geloof ik de gele stekelzwam. Ja. Die is eetbaar, die is goed, die neem ik dus mee. Maar je ruikt echt, vind ik bij paddenstoelen heel erg de humus, je ruikt de bosgeuren. Je ruikt de humus. Er is in ieder geval geen eekhoorntjes brood. Nee. Weet ik niet met zekerheid. La totalité 100 francs. Chèque Westfred en chèque, c'est pareil. D'emporter la collection. Vous choisissez simplement le modèle. Prenez-la en main, regardez-la, essayez-la. De toute façon, ça n'accuse aucune obligation d'achat. Quel que soit le modèle. Modèle homme. Ja, als we dus met die over de milieucrisis nadenken, dan. Ontkom je er niet aan, denk ik, om je te realiseren dat het op een of andere manier toch een in vraag stellen is van het begrip van ons geloof in de vooruitgang. Het is hoe dan ook een bewustwording van het feit dat ons geloof in de vooruitgang op grenzen stoot, op zijn eigen beperkingen. Wanneer we tenminste daarop doordenken dat we dus. En in de gaten krijgen hoezeer ons vooruitgangsidee een geloof is, een mythe is, een ideologie is, waardoor wij verblind kunnen zijn, is dat we beseffen hoe we niet alleen naar de natuur toe, ook naar onze eigen geschiedenis toe, dingen hebben
veronachtzaamd en hebben verworpen of hebben laten vallen, die misschien heel waardevol zijn. We hebben als het ware al onze kaarten gezet, al onze kansen gezet op de toekomst, op de vooruitgang, op nog meer machines, nog meer beheersing. En daardoor is natuurlijk heel veel, daaraan is heel veel opgeofferd. Heel veel ambachtelijkheid, heel veel kennis, heel veel leefpatronen enzovoort zijn opgeofferd aan die vooruitgangsidee. En dat betekent dat we dus op een gegeven moment wel eens met lege handen zouden kunnen staan, wanneer de techniek met name en natuurlijk heel het kapitalistische bestel in elkaar zou storten of in grote problemen zou komen. Met lege handen komen staan omdat we zozeer gebroken hebben in ons verleden. Nu, ook wat betreft het verleden, ik wil niet terug naar het verleden, dat is natuurlijk uiteraard onmogelijk, de geschiedenis herhaalt zich niet, maar ik zou willen naar een maatschappij die elementen die belangrijk zijn, die waardevol zijn, van het verleden, zelfs van het verre verleden, probeert te integreren in het heden. Die niet dus verblind door haar vooruitgangsoptimisme, waarvan we de grenzen nu al langzamerhand duidelijk hebben gezien, verblind door haar de mythe van de vooruitgang, het verleden als het ware achter zich weglaat, of mooi opbergt in een museum, daar komt hetzelfde neer, dan is het wel bewaard, maar dan is het bewaard als object op een afstand, maar is er geen levende band mee. Dus ik pleit voor een, om het even in abstracte te zeggen, voor een integratie, voor een reïntegratie van al die elementen die in onze geschiedenis hebben moeten wijken, gevlucht zijn, hebben de wijk moeten nemen voor de dynamiek van de vooruitgang. En dat noem ik dan, gemakshalve met een wat grove term, misschien het archaïsche. Dus mijn pleidooi we moeten aandacht hebben voor het archaïsche en als tegenwicht tegen de verabsolutering van de vooruitgang. Kunst. De kunst is vaak een graad, is vaak vroeger dan andere gevoelig voor tendensen, maar ook voor tekorten. En kunstenaars hebben al heel vroeg de betekenis, de waarde van archaïsche elementen ontdekt of herontdekt. En in ieder geval vanaf het begin deze eeuw is dat heel duidelijk. De interesse van mensen als juist van de grote vernieuwende kunstenaars als Picasso en Matisse en Braque en ook een aantal minder bekende, Gauguin niet te vergeten trouwens, interesse voor het archaïsche, dat wil zeggen voor de archaïsche westerse kunst, met inbegrip ook van met name van de prehistorische kunst. Zij zijn vaak de eerste geweest die die kunst als kunst hebben erkend. In eerste instantie werd het niet als kunst erkend. En vooral, ze hebben een open oog gehad voor de zogenaamde primitieve kunst. Voor de kunst van bijvoorbeeld Afrikanen en Indianen. Afrikaanse maskers, houtsnijwerk, Indiaanse maskers en dergelijke. Zij zijn degene geweest, met antropologen, maar zij zeker ook die dus de primitieve kunst en de oude Europese kunst hebben gerehabiliteerd. En ook, wat meer is, hebben proberen te verwerken in hun eigen kunst. Dus in de kunst van de 20e eeuw, dat geldt ook, maar daar weet ik minder van voor de muziekkunst, is er wel degelijk een poging om oude elementen, primitieve dus aanhalingstekens, ouderwetse, archaïsche elementen, te integreren in de hedendaagse kunstbeoefening. Dat vind ik een duidelijk voorbeeld. En in de tweede plaats, is het ook aanwezig in wat je ook weer met een vrij grove term aandacht met de New Age beweging. Daar vind je ook in dat ze dus allerlei elementen die ze ontlenen, zowel aan het Europese archaïsche verleden, onze eigen esoterische traditie, allerlei al dan niet vergeten secten en stromingen, en anderzijds dus bijvoorbeeld Indiaanse en Oosterse stromingen, dat ze die proberen daarvan elementen terug te winnen als een compensatie voor het leven in een spiritueel arme samenleving. In welke mate het kunstmatig is, in welke mate het wat voor oordeel je daarover moet hebben, dat laat ik open. Natuurlijk, er is heel veel over te zeggen, negatief en positief. Ik ben bepaald niet iemand die... Ik voel me helemaal niet lid van de New Age beweging, laat het voorop stellen hoor. Ik vind er heel wat dweperij in zitten en mystificatie. Dus dat, ik wil hem er absoluut niet mee identificeren. Maar ik constateer even, als een cultuurverschijnsel is het interessant, omdat ik dat in mijn theorie, in mijn verhaal mooi kan als voorbeeld kan geven.
Maar je moet even toevoegen, dat terughalen van het archaïsche, dat pogen dus die archaïsche dimensie te reïntegreren in onze moderne tijd, te komen dus tot een completere mens, een completere cultuur, mag niet te gaan ten koste van het kritische denken. Hè? Dat is wat ik zou willen houden. We moeten ons niet laten verleiden tot mystificatie of tot dweperij. Dat vind ik heel gevaarlijk. En dat zie je nog alles ooit. Of het is bij de Indianen omtrent hun eigen verleden of omtrent bij New Age mensen. We moeten kritisch blijven denken. En dat geeft dus juist al een zekere afstand. En daarmee kan het best zijn dat je een zodanige blokkering teweeg brengt dat je niet meer kunt. Het archaïs niet meer in je kunt opnemen. Dus dat is een ambivalentie die ik even in mezelf waarneem, die ik even uitdrukkelijk naar voren haal. Dat ik dus niet de verworvenheden van de moderne tijd en juist niet het kritisch denken, de kritische rationaliteit, wil prijsgeven ten gunste van het archaïs. Integendeel. Dus het gaat om een zekere correctie van de moderne tijd vanuit het archaïs, maar niet het ene door het andere vervangen. Ik denk simpel gezegd dat het ons groot probleem is, maar daar kom ik weer met een onheilsboodschap, dat het moderne zichzelf zal, de moderne tijd zichzelf zal vernietigen. En dat het inderdaad onmogelijk is om het archaïs op een evenwichtige manier in onszelf op te nemen. Dat is ons probleem. Maar dat is heel dramatisch hoor, maar dat is. Dat is ons dilemma. In Nederland zijn ontzettend veel musea. Nou, dat is prima natuurlijk. Maar tegelijkertijd is Nederland een land dat heel erg met zijn verleden gebroken heeft. Dat zie je architectonisch op allerlei manieren. Nederland heeft heel veel afgebroken, letterlijk afgebroken. Het landschap is grondig veranderd sinds de oorlog. En op het eerste gezicht lijkt er dus een tegenspraak te zijn dat er zoveel musea zijn. Uitstekende musea. De museumdichtheid in Nederland is buitengewoon groot. En tegelijkertijd dat Nederland zou volgens mijn uitspraak dan zozeer gebroken heeft met haar eigen verleden. Maar als je erover nadenkt, zijn het twee kanten van dezelfde medaille. Nederland heeft gebroken met haar verleden. Heeft op rigoureuze manier dus gemoderniseerd. Op allerlei vlak. Maar tegelijkertijd, dat gaat juist gepaard met het opbergen als object van dat verleden in musea. En in landschapsparken of in een Archeon nu tegenwoordig. Juist met de levende band met het verleden, dat daarmee gebroken is, kan het verleden als object worden opgeborgen. Maar daarmee is het ook een object dat beheersbaar en in ieder geval tentoongesteld wordt, dat niet meer deel is van het verleden. Het is geen continuïteit. Dus het een sluit het ander niet uit, maar bevestigt het juist. De antropologische musea, dat is een ander punt. Typische antropologische musea in het Westen staan vol met objecten die men meegenomen heeft of gestolen heeft uit de voormalige koloniën. Uit de door de Westelingen beheerste gebieden. Dat zijn dus, om zo te zeggen, archaïsche primitieve elementen. Elementen uit wat vroeger dan heette primitieve samenleving, ik noem het dan nu mijn term archaïsche samenleving. Die elementen zijn hier te kijk gesteld, die zijn hier tentoongesteld, niet om, tenminste niet primair de bedoeling, dat wij nu zij hun opnemen in ons leven, maar in tegendeel in eerste instantie om te kijken hoe gek zijn die mensen, wat raar, kidaboreur, zo is het neem ik gezegd, kidaboreur. In ieder geval om ze op te nemen, om ze tentoon te stellen en om ze te laten zien wat een vreemde, afwijkende, primitieve mensen. Juist als gevolg van ons vooruitgangsoptimisme, het geloof in de vooruitgang, het geloof in de toekomst, het geloof in de beweging, de dynamiek, leven wij in zekere zin zonder dat we dat in de gaten hebben, misschien in de terreur van de tijd, de terreur van de geschiedenis. Juist omdat de geschiedenis het bestek is, de lineaire geschiedenis, de tijd met een begin en een einde en een voortschrijden, het bestek is van onze zelfontplooiing, is de tijd tegelijkertijd ook datgene wat alles van ons eigenlijk, al onze werken en onze pogingen opslurpt. En zeker zijn vernietigd. Er zit ook een hele destructieve kant aan. Nu, als tegenwicht tegen die, het geschiedoptimisme, vooruitgangsvertrouwen, dat tegelijkertijd terrorisering door de tijd betekent, door een bepaalde opvatting van de tijd, de lineaire tijd, is het goed je te bedenken dat
deze tijd opvatting helemaal niet natuurlijk is of noodzakelijk, maar dat het een van de vele mogelijk is. Dat het de tijdsbeleving, de verhouding tot de tijd is die de moderne westerse mens als het ware gekozen heeft. En dat daar tegenover een heel andere tijdsbeleving staat die de middeleeuws en vooral de Grieken nog hadden. De Grieken en allerlei en Oosterse volkeren hebben of hadden. Dat daar in de tijd helemaal niet verschijnt als het bestek van het waarin mensen zich zo nodig moeten ontwikkelen en vooruitgang moeten boeken. Maar veel eerder een tijd dus van de herhaling van hetzelfde. Een tijd waarin het begin de maatstaf is en niet een hoop op de toekomst. Het eigenlijke domein van de auto is de snelweg of de autobaan. Deze verschilt van de oudere wegen die van dorp naar dorp en van stad naar stad lopen, omdat hij die juist vermijdt. De autobaan is precies het rijk van de beweging als zodanig. De abstracte, pure beweging. Hij doorsnijdt dan ook bruut het landschap waarin zich het traditionele ritme van het menselijk werken en wonen heeft uitgedrukt. Via afslagen is er een verbinding tot stand gebracht tussen de abstracte ruimte van de beweging en de concrete en beleefde ruimte van het wonen. Op de autoweg is iedereen een passant geworden. Chronisch reiziger in een vluchtige wereld. Terwijl de ruimte die hij doorsnijdt een geheel van plaatsen is, beladen met persoonlijke en sociale betekenissen, is de autoweg een prototype van een niet-plaats. Een abstracte, anonieme doorgangsplaats. Behalve autowegen zijn er ook plaatsen als grote supermarkten of de automatische draaihekken via welke men toegang krijgt tot de metro of het vliegveld. De automaten waar men kaartjes koopt voor de parkeerplaats of waar men geld uit de muur haalt. Kortom, plaatsen waar mensen elkaar passeren, maar niet ontmoeten. In tegenstelling tot de concrete leefruimte zijn de mensen in het gebruik van niet-plaatsen alleen en anoniem. De druk om te bewegen en te reizen, het prestige van de verandering en vernieuwing blijken zo groot dat de oude plaatsen waar men zichzelf kon zijn onder verdenking vallen, achterhaald zijn. De wereld van de moderne mobiliteit stelt tegenover het langzame ritme van de planten de cultus van de snelheid. Tegenover het zich herhalende de zucht naar het nieuwe. Tegenover de stilte de luidruchtigheid. Het liefst zou ze de nacht in de dag veranderen. De droom in daad. Al het passieve in activiteit. Het is denkbaar dat wij onszelf proberen te begrenzen, dat er een sprake is van een zelfbegrenzing van de moderne tijd en een zelfbegrenzing van de reden, dat de reden dus op grond van een eigen kritisch vermogen zichzelf grenzen kan stellen, net zoals wij door kritisch nadenken ook over de moderne tijd, puttend uit de middelen die de moderne tijd heeft mogelijk gemaakt, ook die tijd zelf met inbegrip van haar vooruitgangsidee begrenzen, dus dat we dus ideologie kritisch zijn, dat we dus de vooruitgangsidee ontmaskeren als een mythe, dat doen we op grond van kritisch denken. En dat is zelf weer een vrucht van de moderne tijd. Dat is de ene kant van de zaak, daar geloof ik in, dat dat uitermate belangrijk is. Maar nog fundamenteeler is het om dit te verder nog door te voeren en te onderbouwen door de ervaring van het gevoel van de eigen begrenzing en beperktheid. En dat is een religieuze ervaring, de ervaring waar een ander verband al eens over gepraat is, de ervaring dat je de mens een klein deel van het geheel is. De ervaring van de wildernis, de ervaring van de stilte, de ervaring van het andere van de mens. En als het op zijn hoogste niveau, het diepste, heb je dan een kosmische ervaring die je een religieuze ervaring kunt noemen. En dat is dus de meest omvattende basis van waaruit je dus de verabsolutering van door de moderne mens van zichzelf, van zijn geschiedenis en van hele moderne tijd kunt overwinnen. De milieucrisis zelf en ook de intellectuele crisis is zelf weer een onderdeel van een nog bredere crisis, dus de algehele culturele crisis, de cultuurcrisis van het Westen. En die bredere culturele crisis heeft in ieder geval te maken, ik noem nu vrij willekeurig wat elementen, met de hoe zal ik het zeggen, de verloren gaan van vaste oriëntatiepunten, van vaste waarden, die zelf weer veel te maken hebben met de secularisering van de maatschappij, dus het wegvallen van christendom als in ieder geval een
een belangrijke, centrale, oriënterende kracht van onze beschaving. Daar kun je dus positief of negatief over denken, maar in ieder geval heeft het mensen tot in onzekerheid gebracht. En wat je dus, dat heeft samen met het opkomen van een geavanceerde technologische en kapitalistische maatschappij, een welvaartsmaatschappij gegeven, een consumptiemaatschappij, waarbij dus het gebrek aan werkelijk gedeelde waarden, laat staan een doel van de geschiedenis, wordt gecompenseerd door een geloof in vooruitgang, althans door een geloof in economische vooruitgang en in materiële welvaart en in consumptie. En dat is dus, kan ik alleen maar ervaren, met mijn velen trouwens, maar het blijft natuurlijk een vrij subjectief oordeel. Kan ik alleen maar ervaren als een onherstelbaar verlies. Ik heb het gevoel dat deze maatschappij heel erg leeg en banaal is. En dat heeft er ook in ieder geval te maken, vaak op een moeilijk ontwarbare, moeilijk traceerbare manier, met de stilte van God. Hè. Zoals dat genoemd is. God zwijgt, of God laat zich niet horen. God is dood, zoals het heet. Niet alleen dat kerken leeglopen, maar ook de mensen geloven. God betekent nauwelijks maar iets voor ons. Kennelijk luisteren we ook niet meer naar hem. God bestaat natuurlijk ook in de mate, God betekent iets voor je in de mate dat je je oor te luisteren legt. Er is ook de stilte waarin God kan spreken is verdwenen. Dus er is natuurlijk een onmiddellijke terugkoppeling te maken tussen de stilte van God en de stilte die nodig is om God te ervaren. De natuur, net als de natuur zichzelf maar geeft en zich toont en zich manifesteert, als je luistert, zoals Gazelle ergens in een gedicht zegt, als de ziel luistert, spreekt het al een taal dat leeft. Als de ziel niet luistert, dan zwijgt de natuur en zwijgt God ook. In ieder geval een zekere openheid, een zekere ontvankelijkheid, een zekere naïviteit als het ware is misschien weg, is verdwenen. En daarvoor in de plaats is voor een belangrijk deel gekomen ofwel een agnosticisme, ofwel een nihilisme en een consumentisme. Nu is daar ook weer positief en negatief te duiden. In ieder geval negatief, positief voor zover ook een hoop rimram als het ware verdwenen is. Ik bedoel een hoop beklemming en institutionele ballast en allerlei randverschijnselen daarmee verdwenen zijn. Ik heb zelf volledig gebroken met mijn eigen katholiek, in dit geval katholieke opvoeding. Je hebt geen enkele behoefte om er ooit nog iets naar terug te keren. Maar de godsvraag, om zo te zeggen, de behoefte aan spirituele oriëntatie is even groot. Met andere woorden, het positieve is dus dat, dat je kunt breken met een hoop secundaire en kwalijke kanten van het geïnstitutionaliseerde geloof. Het negatieve is dat je dus met lege handen staat, maar dat je dus op zoek kunt gaan zelf naar een nieuwe vulling. En dat ben ik natuurlijk ook wel. Ik ben ongeveer op mijn 20ste heb ik gebroken met alle banden met in dit geval de katholieke kerk. Maar de vraag zelf, de religieuze behoefte en ook de invloed daarvan, heeft mij voortdurend begeleid. Lange tijd heb ik me atheïst gevoeld, terwijl ik eigenlijk meer pantheïst was, om dat grote woord te gebruiken. En dat ben ik nog steeds, in zoverre dat natuur dus voor mij, natuur min of meer in de plaats is waar het goddelijke zich voor mij laat voelen. Maar dat staat dus totaal los van enig kerkgenootschap. En zelfs van het christendom als geheel, ik voel me veel meer verwant met boeddhisme. Maar, hoe zal ik het zeggen, enige gevoeling voor het mysterie van de wereld, enige gevoeling voor je eigen kleinheid, is denk ik ontzettend belangrijk om een houvast te vinden, maar ook om een soort plaats te vinden binnen deze verwarrende en voor mijn gevoel banale lege maatschappij om dat als het ware te overleven.